Als het over nieuwe technologie gaat, praten we vaak over kunstmatig intelligente systemen die zelf beslissingen kunnen nemen. Maar zijn ze wel zo intelligent? Achter onze slimme stemassistenten, gekuiste Facebook-feeds en gezichtsherkenningssystemen schuilt een leger aan miljoenen arbeiders die ze ontwikkelen en trainen. Maar wie zijn die arbeiders? En nog belangrijker, wat doen ze dan? Wereldwijd werken mensen als clickworker vanuit huis aan hele simpele handelingen. Handelingen die weinig intelligentie vereisen. Denk aan het overtypen van een ingescande kassabon, het uitknippen van een helikopterplatform of het selecteren van tepels. En met deze input die clickworkers leveren in ruil voor een lager vergoeding, lijken onze digitale tools ineens super slim. De vraag blijft echter, is het wel zo positief als het lijkt?